Arbeitskreis hin. Halleluja. 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 Dankjewel, Jezus. Thank you, Jesus. Dank je, Jezus. Thank you, Jesus. Je is een goede God. You are a good God. Je is prachtig. You are beautiful. Je is mooi. You are beautiful. Je is perfect. You are perfect. Ons is lief vir u. And we love you so much. Ons eer u. We honor you. Je is God, je is naam bo alle namen. You are God and you're the name above every name. Elke knie zal buig. Every knee will bow. Elke tong zal confess. And every tongue confess. Dat u is de Here. That you are Lord. Dat u God is. You are God. En as 'n kerk saam. And as a church here together, ons net sê, ons is bye lief vir we u. Just want to tell you we love you so much. En u is goed vir ons. And you are good to us. En ons hou van u. And we love you. En u is dierbaar en kostbaar vir ons. And you are precious to us. Ons is lief vir u, Jesus. We love you, Jesus. U het alles gemaak. You made everything. Selfs die visies in die see. Even the fish in the sea. Het alles gemaak. You made everything. U is goed. You are good. U is God. You are God. U is mooi. You are beautiful. U is alles. You are everything. Ons hou van u, Jesus. We love you, Jesus. Ons wil net dankie sê. We just want to say thank you. Vir lewe. For life. Vir al die ervarings wat ons kan hê. For all these experiences we get to have. Of het nou goed of sleg is. Whether they are bad or good. U is altyd met ons. You are always with us. En alles wat deur ons gaan, of het nou goed of sleg is, is maar net tydelik. And everything we go through, whether it's good or bad, is just temporary. Dit sal nie vir altyd aanhou nie. It will not be like this forever. Maar daar sal 'n tyd kom wat ons hom sal sien. But there will be a day where we see him. En al die trane van ons oë afgevee sal. And he will wipe all the tears of our eyes. En ons sal met vreugde oorvloei. And our joy will overflow. En ons blydskap sal volmaak wees. Our joy will be perfect. Dankie, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. 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 Jesus. Jesus. Is pragtig. He is beautiful. He's amazing. He's amazing. Hij is geweldig. Our youth are amazing as well. Onze jeugd is ook geweldig. And I don't know if you know Linda turned 24 last week. She part of the youth, Linda. En Linda die was ook deel van de jeugd deze week. And she blended in. Zij paste er helemaal tussen. And what a special night we had Friday night. I really see the heart of our youth is amazing. En we hadden echt een hele bijzondere avond vrijdagavond. Het hart van onze jeugd is echt geweldig. Well done guys. Goed gedaan allemaal. You will see God. Reward and favor will be upon you. En je zult zien dat Gods gunst en zijn beloning daar ook op rust. And we have a couple of things to celebrate. En we hebben een paar dingen om te vieren. Salem is 10 years old today. Salem is vandaag 10 jaar oud. That's crazy. I remember holding her like this. She was so small. I would sometimes turn around and have a baby in my hand and people would be like, huh? They were surprised. Zij was zo klein dat ik haar soms vasthield en als ik me omdraaide dan schrokken mensen, want ze hadden niet door dat ik een baby vasthield. She was so small. Zo so klein was ze. 2.8 kilo. And I mean, I eat meat more than that one time a meal. En ik eet in één maaltijd al meer vlees dan dat. So she is a small baby, man. Zo'n klein babytje. Fragile. Fragiel. On my chest. Op mijn borst lag ze. Bathing her. En ik deed haar in bad altijd. And I cut her cord. Ik heb de hoe noem je dat? She was born in water. Die cord doorgeknipt. Ze werd in water geboren. Plop. She came out and I cut. Ze kwam eruit en ik knipte door. Actually, I took a boomerang. Maar eigenlijk ving ik haar op als een soort boomerang. And the boomerang cut the cord perfectly. I used the boomerang. This is the guy version. I took out my Rambo knife. En dit is de mannelijke versie. Ik haalde mijn Rambo mes tevoorschijn. Then I took some of the. Oh man, that's yeah. It's like guys. Anyway. Maar hoe dan ook. That was a special time. Dat was een hele bijzondere tijd. Time go fast. En tijd gaat heel snel. And then we want to celebrate the Bokke Springboks. We beat Australia yesterday. En dan wil ik ook even vieren dat Springbokken dat die gisteren Australië hebben verslaan. Dus Zuid-Afrika heeft in rugby
Australië verslagen. Yes, so thanks for saying that twice. Good. And then I want to congratulate also like Drikus Duplessis. He's a UFC guy, a South African. He also beat the Aussie last night. So very, very good for the South Africans. En ik wil ook een hele bijzondere speler daarvoor feliciteren. No man, UFC, it's a fighting championship. Ja. Not rugby, something else. Something else. All right. Gefeliciteerd. Anyway, maar hoe dan ook. It's a good day weekend for South African sports. Let's put like this. Laat ik het zo zeggen, het is een goede dag en een goed weekend voor de Zuid-Afrikaanse sport. Welcome everybody. Maar welkom iedereen. You know it's heimwee if I start sharing you guys like what he's talking about. Okay. You ready for the word? Zijn we klaar voor het woord? Amen. Amen. Good. Revelation is not information. Openbaring is geen informatie. We ought to be obedient to the revelation God gives us. We moeten gehoorzaam zijn aan de openbaring die God ons geeft. I'll take Ezekiel as an example. Als we kijken naar Ezekiel als voorbeeld. He got a revelation from God. Hij ontving een openbaring van God. This massive, massive vision. En hij zag dat in een enorm visioen. And he sees the wheels with all the eyes. I shared this last week. En ik heb dit al eerder gedeeld. Hij ziet die wielen met al die ogen daarop omheen. And he sees a sea of glass, but he sees the cherubim angels with their wings. En hij ziet die zee van glas en de engelen met hun vleugels. And then he sees on a throne and there's a man with fire down his loins. En hij ziet dan een man op de troon zitten met vuur van beneden af. And these angels, they have different faces and these wheels have many, many eyes, just many eyes. En die engelen hadden verschillende gezichten en er waren zoveel ogen op die wielen. But the spirit of God were in these wheels. Maar de geest van God zat in die wielen. So wherever the spirit of God went. En waar de geest van God bewoog. On these massive wheels. Op die enorme wielen. With all these eyes. Met al die ogen. The whole throne, everything, the cherubim, the sea of glass, everything moved with that. Alles bewoog daarin mee, zelfs de troon en die zee van glas en de cherubim. And then God says to Ezekiel. En God zegt dan tegen Ezekiel. I give you this great vision. Ik geef je dit grote, geweldige visioen. And many times we want greater vision from God. En vaak, zo vaak willen we een geweldig visioen zien van God. So many times people just want to see. They want a more vision, greater vision. Zo vaak willen mensen graag zien een grote visioen, een prachtig visioen. But there's a price to pay with a vision. Maar daar komt ook een prijs bij kijken. There's a great responsibility. En een grote verantwoordelijkheid. I would suggest. Don't ask God for big vision like this. Ask him for small vision and let him grow you up so that when you're obedient with the one vision, God can he can elevate you. En ik wil dan voorstellen dat we God niet vragen onmiddellijk om dat grote visioen, maar eerst kleine beelden en dat als we naarmate we gehoorzaam zijn daaraan, dat God ons meer en meer kan geven. And the reason for this is God says, Ezekiel, I'm going to send you to a people who are stubborn, but I'm going to make your heart just as stubborn as theirs. En de reden daarvoor is dat God tegen Ezekiel zei, ik ga jouw hart koppig maken. Nee, ik ga je naar volk sturen wat koppig is, maar ik zal jouw hart net zo koppig maken. In other words, they will not break you, my son. Met andere woorden, ze zullen je niet kunnen breken, mijn zoon. You will be just as stubborn as they are. Jij zult net zo koppig zijn als hen. It's a good combination. Dat is een goede combinatie. So, but God says to him, I'm going to give you a message. Maar God zei tegen hem, ik geef je een boodschap. If you tell them this message, en als je hen die boodschap vertelt, then you will be innocent. Dan zul jij onschuldig zijn. And then they will be responsible. En dan zijn zij verantwoordelijk daarvoor. But if you do not give this message, Ezekiel, you will be held responsible. Maar als je die boodschap niet geeft, Ezekiel, dan ben jij verantwoordelijk. You understand that? Snappen we dat? So he look, he's got this amazing vision. Dus hij ziet dit geweldige visioen. But he's got amazing responsibility. Maar hij heeft ook een enorme verantwoordelijkheid. In the Christian world, we don't just see pictures because it's cool or it's fun or it's interesting or then I'm a prophet. In de christelijke wereld zien we niet alleen beelden, want dat is interessant en dat is mooi en dan ben ik misschien wel een profeet. There's a reason God gave a picture. Maar er is een reden waarom God een beeld laat zien. And we need to be obedient to that. En wij moeten daaraan gehoorzaam zijn. And this is the message.
En dit is de boodschap. It's the gospel of Jesus Christ. Het is het goede nieuws van Jezus Christus. So when God gives now modern day prophets a picture. Dus als God vandaag de dag aan profeten een beeld laat zien. It's always connected to the gospel of Jesus Christ. Dan heeft dat altijd te maken met het goede nieuws van Jezus Christus. In other words, church, you now have this key. Met andere woorden, jullie gemeente hebben een sleutel gekregen. You have this revelation. Om die openbaring te hebben. That your sins are forgiven by the blood of Jesus Christ. Namelijk dat onze zonden vergeven zijn door het bloed van Jezus Christus. You have this revelation that whoever believes in the name of Jesus Christ, whoever believes in him, whoever trusts him, that Jesus died for sin and rose from the grave, will be saved. Wij hebben de openbaring ontvangen dat wie ook al gelooft in Jezus Christus als de Zoon van God, dat hij is gestorven en is opgestaan, wij zijn gered. So can we see with Ezekiel had a message to the nation that was stubborn. Dus Ezekiel had een boodschap voor een land, voor een volk wat koppig was. But he was not allowed to be afraid to speak this vision. Maar hij mocht niet bang zijn om dit beeld uit te spreken. He must speak this vision. Hij moest dit beeld uitspreken. The children of God, we have this great revelation of Jesus Christ. En wij als kinderen van God, we hebben deze prachtige openbaring van Jezus Christus. The Bible says we got the key to life and death. De Bijbel zegt we hebben de sleutel van leven en dood. And Scripture says. En het woord zegt. If we don't speak it. Als wij dat niet uitspreken. We will be responsible. Dan zijn wij verantwoordelijk. And it's not just this text. En het is niet alleen dit gedeelte. It's if we keep the good news. Maar als wij het goede nieuws van onszelf houden. We will be responsible. Dan zijn wij verantwoordelijk. And God has entrusted us because we did not earn this. En God heeft ons dit toevertrouwd, want we hebben het niet verdiend. All of us have been saved. Wij zijn allemaal gered. We have been saved from hell, from punishment. We did not deserve it. We zijn gered van de hel en van de straf en we hebben die redding niet verdiend. So if I keep this message to myself, dus als ik die boodschap bij mezelf hou, it's like I have earned it. Dan is het alsof ik het zelf heb verdiend. But if I know I've been saved by the grace of God, maar als ik weet dat ik gered ben door de genade van God, if I know the responsibility that comes from the revelation of Jesus Christ, als ik weet welke verantwoordelijkheid er hoort bij die openbaring van Jezus Christus, then we will be on our knees and we say, God, use me, God, send me, God, call me, God, equip me. Dan zullen we op onze knieën zijn en zeggen, Heere, stuur mij, kies mij, maak mij er klaar voor. There's no scripture that says, take Jesus, just believe and receive him into your heart. Er is geen Bijbelvers dat zegt, als het gaat om Jezus, geloof in hem en ontvang hem in je hart. The scripture that says, er is een Bijbelgedeelte wat zegt, preach the gospel, predik het evangelie, heal the sick, genees de zieken, cast out demons, drijf demonen uit, go into nations, ga de volkeren in, preach the gospel, onderwijs het goede nieuws, go into IJsselstein, bid voor IJsselstein. Go into Jerusalem. Ga naar Jeruzalem. Go into Arabia. Ga naar Arabië. Go to Indonesia. Ga naar Indonesië. Go to Malaysia. Ga naar Maleisië. Preach the gospel. Predik het evangelie. Go. Ga. There's no scripture that says go to church Sunday morning and be comfortable. Er is geen Bijbelvers dat zegt ga naar de kerk op zondagochtend en wees daar gemakkelijk. There's no scripture that says go sit on the same seat you sat last week. Er is geen Bijbelgedeelte dat zegt ga en zit op dezelfde stoel waar je vorige week ook zat. In fact, the Bible. Sorry, everyone is sitting on the same seat. We zitten eigenlijk allemaal weer op dezelfde stoel. Even sorry. Us, even us, hey, even us. Zelfs wij. And the scripture. Maar er is wel een Bijbelvers. To be obedient. Dat zegt wees gehoorzaam. To the gospel of Jesus Christ. Aan het evangelie van Jezus Christus. But you see, I'm going to explain it now. Maar ik ga het nu uitleggen. People who are in the law cannot be obedient to preaching the gospel of Jesus. Mensen die onder de wet leven kunnen niet gehoorzaam zijn aan het goede nieuws van Jezus. But people who are ambitious can. En mensen die ambitieus zijn, die wel. Both are a problem. Maar dat is allebei een probleem. Because the one from law. Want de ene vertrekt vanuit de wet. It will be a burden. En dan zal het maar steeds een last they zijn. They can't preach it.
Ze kunnen het niet prediken. They don't know what to say. Want ze weten niet wat ze moeten zeggen. They will feel like I'm forced to do this. Ze hebben het gevoel, ja, maar het is de wet, ik moet dit wel doen. Because they don't know him. Maar dat is omdat ze hem niet kennen. The other one, de andere persoon, like Paul says, they do it out of selfish ambition. They do it for their elevation. Zegt Paulus, er zijn mensen die dat doen uit zelfzuchtige ambitie. So there's two ways. Dus er zijn twee manieren. That are very wrong. Die allebei fout But zijn. I'm going to talk about the good way today. Maar we gaan vandaag het hebben over de goede manier. But we have a responsibility. Want we hebben een verantwoordelijkheid. Not, I don't have to teach on this actually. En ik hoef hier eigenlijk niet over te onderwijzen. I should not be teaching on this. Ik zou dit niet moeten doen. This should be common sense. Want het zou gewoon met ons gezonde verstand zo moeten zijn. It should be switched on when the Holy Spirit comes in. Dat het onmiddellijk aangaat als de Heilige Geest binnenkomt. You know, I was still smoking when I got saved, and that didn't stop me from telling everybody about Jesus. Want weet je, ik was nog verslaafd aan roken toen ik net gered werd, maar ik vertelde wel meteen iedereen over Jezus. I was still drinking. Ik was nog steeds aan het drinken. But I knew that I was a slave to these things. Maar ik wist wel, ik was nog een slaaf van die dingen. So I didn't shut up about Jesus. Dus ik kon mijn mond niet houden over Jezus. And I didn't stop believing he will transform me. En ik hield ook niet op met te geloven dat hij mij zou veranderen. So both need to be possible. En beide moet mogelijk zijn. So first it's like I receive Jesus. Dus ten eerste ontvang je Jezus. It's like, what? I'm saved. My sin is forgiven. En ik dacht, wauw, ik ben gered. Mijn zonden zijn vergeven. And then it is, wow, I am now a victor. I am now defeated sin. En dan komt het besef, ik ben nu een overwinnaar en de zonde is verslagen. I'm not a slave to sin anymore. Ik ben niet langer een slaaf van de zonde. So now I'm not like a baby with milk, just preaching, smoking, drinking, and caught in slavery and half in Christ and dus half in slavery. Ik was echt nog een babytje wat nog half vast zat in die zonde maar tegelijkertijd ook Jezus wilde brengen. But God quickly. Maar heel snel was het zo dat God. He deals with that. Daarmee afrekenen. Because you surrender everything to him. Want je wilt alles aan hem overgeven. Because if you've been addicted, want als je verslaafd bent geweest, you know you are not a slave of Christ. Dan weet je. You know you're not a slave of Christ. You're a slave to the addiction. Slaaf bent van Jezus. Je bent slaaf van de verslaving. And that's a hell. En dat is een hel. That's hell. Dat is hel. That's the worst place to be. Dat is de ergste plaats om te zijn. Because we can't be led by the Spirit of God. Want we kunnen dan niet geleid worden door de Geest van God. We can do the things of God. We kunnen de dingen van God wel doen. But we can't be led by the Spirit. Maar we kunnen dat niet geleid doen door de Heilige Geest. It's very tricky. Dat is heel verwarrend, because, heel gevaarlijk. Because you can see what you know and you can do what you see. Want je kunt zien wat je weet en doen wat je ziet. But that what we see, maar dat wat we zien, should become a reality in our life. Dat moet ook realiteit worden in ons leven. That what we preach, dat wat we prediken, should be reality. Moet realiteit worden. That's why many prophets, even or many ministers, they will preach themselves out of a situation. Daarom zijn er vele predikers die zichzelf uit hun situatie kunnen spreken. Or prophets, you prophesy before it's reality. En profeten die iets profeteren voordat het realiteit is. You prophesy it into reality. Je profeteert het zodat het realiteit wordt. So I know my reality now. Dus ik weet dat mijn realiteit nu is not where I am. Dat is niet waar ik ben. I knew when I got saved. Ik wist dat toen ik gered was that I'm not going to be like this. Dat ik niet altijd zo zal blijven. I knew that. Ik wist dat. Because I've tasted the life. Want ik had iets geproefd van dat leven. I tasted the light. Ik had dat licht gezien. And I knew if Jesus could save me. En ik wist dat als Jezus mij kon redden, he could save my soul. Dat hij mijn ziel kon redden. His word had to be true. Dat zijn woord ook wel volledig waar moest zijn. So we read the word of God. Dus we lezen het woord van God. We believe the word of God. En we geloven het woord van God. And we act upon the word of God. En we handelen daarnaar. It's so simple. Het is zo eenvoudig. It's so simple. Het is zo eenvoudig. It's we're not a slave to sin. We zijn geen slaven van zonde meer. So what do I do? What the scripture say? Scripture says. Dus wat zegt het woord? We nail our sin to the cross. We nagelen onze zonde aan het kruis. So you need to go and nail that sin to the cross. Dus je moet gaan met je zonde en dat aan het kruis nagelen. And you know, we talk about smoking, drinking. This is not the sin. En als ik het heb over roken en drinken, dan is dat niet de zonde per se. That's just a result. That's a dat is eigenlijk het resultaat van de zonde. The rebellion is the sin. Want de rebellie daaronder, dat is de zonde. Pride is trots, the sin.
trots is zonde. And that leads to these things. En dat leidt tot deze dingen. So when you are rebellious toward God, you're not believing or operating in His word. Dus als je rebelleert tegen God en niet handelt en leeft naar zijn woord. You are either moving towards sin as a fruit. Dan beweeg je juist naar de zonde als een vrucht. Or to witchcraft. Of naar hekserij zelfs. Because now you take God's word and you bend it and you use it for what you want. Want nu neem je Gods woord, maar je buigt dat helemaal om te betekenen wat jij wil. And that's called witchcraft in the Bible. En dat noemt de Bijbel hekserij. So it's very important. Dus het is heel belangrijk. That we can have the skill, the basic skill. Dat we de basisvaardigheid hebben. And the basic understanding. En het basisbegrip. That this word is alive. Dat dit woord levend is. This word wants dit woord wil 100% of our obedience. 100% van onze gehoorzaamheid. He wants 100% of our obedience. Dit woord verlangt 100% van onze gehoorzaamheid. So I'm not saying we hit it every time. En ik zeg niet daarmee dat we dat elke keer dat doel raken. But obedience is a heart issue. Maar gehoorzaamheid is een zaak van het hart. We can make mistakes, but still be obedient. Wij kunnen fouten maken, maar nog steeds gehoorzaam zijn. A son and a daughter can make mistakes. Want een zoon of een dochter kan fouten maken. But we are still obedient. Maar we zijn nog steeds gehoorzaam. This is really important. En dat is zo belangrijk. And God value His word. En God hecht waarde aan zijn woord. Black on white. Zwart op wit. This is why He wrote it down. En dit is waarom Hij het neerschreef. Because His word can never change. Want zijn woord kan nooit veranderen. Jesus said, everything will fade away, everything will change, but my word, it's yesterday, today, forever, it will remain the same. Jezus zei, alles zal vervagen, maar mijn woord, gisteren, vandaag, tot in eeuwigheid, blijft hetzelfde. So, in the end of Revelation, it says, there's a curse upon the person who changed the words of God in this book. En het boek Openbaring eindigt ermee te zeggen dat er een vloek rust op degene die dit woord wil veranderen. So why people stay in sin, why they stay in poverty, they change the word of God. Dus hoe kan het dat sommige mensen in zonde blijven of in armoede blijven? Dat is wanneer je het woord van God verandert. And to suit your being, say, no, I am forgiven of sin, so I can continue to sin. Zodat het jou het beste uitkomt. Nee, ik kan doorgaan met deze zonde, want er is vergeving voor zonde. Or, you know, the word of God needs trust. En het woord heeft ook vertrouwen nodig. So I can't be obedient to God's word if there's no trust. Want ik kan niet gehoorzaam zijn aan Gods woord als er geen vertrouwen is. So people don't have that trust, they don't have the relationship, they change scripture and then God says this is witchcraft. En mensen die niet die vertrouwensrelatie hebben met God, die veranderen het woord en de Heer zegt ervan, maar dat is als hekserij, als tovenarij. But you need to take God at His word. When Jesus says, believe in me, you will be saved. Believe in Him and believe you will be saved. Als Jezus zegt, geloof in mij en je zult gered worden, geloof dan in Hem en je zult gered zijn. When Jesus says you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. En als Jezus dan zegt, je zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over je komt. You will not be a slave to sin anymore. Dan zul je geen slaaf meer zijn van de zonde. But believe Him. Geloof Hem dan. Take His word. Neem zijn woord. Believe His word. En geloof in zijn woord. And trust Him. En vertrouw in Hem. Don't fall in a mixture of excuses. Val niet in allerlei excuses. That's rebellion. Want dat is rebellie. Is when I create an excuse to. So rebellion is when I create an excuse to actually stop me from being obedient to God's word. Rebellie is wanneer ik steeds maar een excuus verzin om werkelijk gehoorzaam te zijn aan Gods woord. In other words. Met andere woorden. God's word says, do this. Gods woord zegt, doe dit. Or believe this. Of geloof in dit. And I make an excuse. And I change that and I take another scripture that has no context to that and I put it there and I change the meaning of this scripture so that I can do what I want to do. Maar ik kan toch, als ik het ene vers lees, een excuus bedenken en daar een ander vers bij halen, helemaal uit de context, als excuus om dat maar niet te hoeven doen. We have man and woman. Dus man marry woman. Woman marry man. God create man, God create woman. God heeft man geschapen en God heeft vrouw geschapen. En een man trouwt met de vrouw en vice versa. You can't tell me different. Je kunt niet.
You can't tell me anything different. Je kunt me niet iets anders dan vertellen. This is God's word. Want dit is Gods woord. We are obedient to this. En we zijn hieraan gehoorzaam. I'm not obedient to what the culture says. I'm not obedient to what authority says of the world, anything in this sense. I'm obedient to God's word in this situation. En ik ben niet gehoorzaam aan wat de cultuur ervan maakt of wat de autoriteit in de wereld in deze context daarover zegt, want dit is wat er in Gods woord staat. We obey the authority. Wij gehoorzame autoriteit. Until that authority says you need to bow to me. Totdat die autoriteit durft te zeggen, ja, maar je moet voor mij buigen. We say no, we bow to Jesus Christ. Dan zeggen we nee, wij buigen voor Jezus Christus. Nebuchadnezzar, he said he make the stand build, the statue, and you need to bow to me. Those three young men, they said no, we will not bow to you. Nebuchadnezzar maakte een afgodsbeeld en hij zei, iedereen moet daarvoor buigen, maar die drie mannen zeiden, nee, wij zullen niet voor u buigen. And I'm not stupid. En ik ben niet stom. I know there's going to be marriage different. Ik weet dat er there's going to be people who marry in the same man and man, woman and woman. Sommige mensen het huwelijk anders interpreteren en man met man trouwt en vrouw met vrouw. That's fine. Dat is prima. That is for them. They need to interpret what they want. It's not going to change the message or what I believe. Mensen kunnen het interpreteren hoe ze willen, maar dat zal niet de boodschap veranderen en datgene wat ik geloof uit Gods woord. It doesn't mean I need to believe that. Dat wil niet zeggen dat ik dat ook moet geloven. They can believe it. Anderen kunnen dat geloven. I don't have to fight them. En ik hoef ze niet ik hoef niet met ze te vechten. But I'm teaching the children of God, the children who believe in Jesus Christ. Maar ik onderwijs de kinderen van God en degenen die in God geloven. The believers. De gelovigen. So the Bible says you can't teach people spiritual things who don't have the Spirit of God. It's foolishness to them. En de Bijbel zegt zelf, je kunt niet deze dingen leren aan mensen die niet de geest van God hebben, want voor hen is het dwaasheid. So we're not trying to convince anyone they're thinking. We're saying this is how we think. We proberen niet iemand anders te overtuigen om anders te gaan denken, maar we zeggen wel, dit is wat wij geloven. So what God's word says. Dus wat Gods woord zegt. Is truth. Dat is waarheid. So the point I'm trying to make, we need to come to a fundamental place in our life. En het punt wat ik wil maken is dat we op een fundamentele plek in ons leven moeten komen. That we have the grace of God. Dat wij de genade van God hebben. But also the fear of God. Maar ook de vrezen des Heren. Because I'll tell you something. Want ik wil je iets zeggen. That day when Jesus come back. Die dag dat Jezus terugkomt. It's in my mind, I always say I'm going to run to him and hug him and. In mijn gedachten stel ik me voor dat ik naartoe ren en hem omhels. It's gonna happen. Het gaat gebeuren. But in reality. Maar in realiteit. He's gonna be on a horse with his robes dipped in blood. Zal hij komen op dat paard met zijn klederen gedoopt, gedrenkt in with bloed. With a flaming sword. Met een vlammend zwaard. Coming out of his mouth. Die uit zijn mond komt. Fire in his eyes. Vuur in zijn ogen. Millions of angels. Miljoenen van engelen om those hem heen. Wheels with all the eyes. En al die wielen met al die ogen. All those evil eyes, people think eyes are evil. Eyes are good. That's how you see. Mensen die denken altijd dat het oog per definitie kwaad is, maar ogen zijn goed, daarmee kunnen we zien. Be happy. Wees blij. For eyes. Dat we ogen hebben. So that wheels. Maar die wielen. With all those eyes, these angels with all these different faces, the fire of God, it's die wielen met al die ogen, die engelen met die andere gezichten, het vuur van God. We're not gonna be, you know, the angels gonna have to carry us. They're gonna come take us. We're gonna be laid down flat like. Het is niet zo dat de engelen ons zo komen halen dat wij plat gaan liggen en zij nemen ons mee. They're gonna have to pick us up. These bodies are gonna be hanging like that. These angels flying around. It's gonna be so awe. It's gonna be so magnificent. It's gonna be very, very fearful. It's gonna be a fearful day. Het werkelijke plaatje is zo onzagwekkend. Is zo. We zullen zo vol ontzag zijn. Het is beangstigend zelfs. It's gonna be very much fear. Dat als de vrezen. It's going to be shaking. En het zal vrezen zijn. It's, het zal geschud worden. It's going to be marvelous. En het zal waanzinnig mooi zijn. So, it's God's word is there to teach us. Dus Gods woord is daar om ons te leren. And to prepare us. En om ons voor te bereiden. Be ready. Wees er klaar voor. Paul says this. Apostle Paul says what I'm saying. I'm preaching scripture. Paulus die zegt dit, wat ik zeg, dat komt uit Gods woord. Paul says you need to be ready for when Christ comes, Paulus, so that you can see him with a clear conscience. Paulus zegt we moeten klaar zijn voor de dag dat Jezus terugkomt, zodat we hem kunnen ontmoeten met een rein geweten.
And I'm not talking about things we now have to go do. What must I do? En ik heb het nu niet dat over dingen van wat moeten we nou doen. It's more things what we need to get rid of. Het gaat meer om dingen waar we vanaf moeten komen. The things in our life that have to die. De dingen in ons leven die moeten afsterven. Rebellion. Rebellie. Always looking for other ways to do things except for in God's word. It's altijd maar op zoek gaan naar andere manieren om iets te doen behalve dan in Gods woord. It's written in the last days many will look religious but they will deny the power. Er staat geschreven in de laatste dagen zullen velen religieus handelen maar ze zullen de kracht ontkennen. You will see. Je zult zien. Someone who is going in the power. Wanneer iemand in kracht beweegt. They in the word of God. Ze zijn in het woord van God. Living in the word of God. Ze leven in het woord van God. This is what God says. Dit is wat God zegt. And if God does it. En als God het doet. Or not. Of niet doet. This is what his word says. Dit is wat het woord zegt. And I will believe this. En ik kies ervoor om het woord te geloven. The same that those three young men said to Nebuchadnezzar. My God is able to save me. But if he doesn't save me, it doesn't matter. I will not bow to you. I still believe in my God. Net zoals die drie mannen tegen Nebuchadnezzar zeiden. Of onze God ons zal redden of niet. Ik zal nog steeds niet voor het afgodsbeeld buigen. So, if I see the fruit. Als ik de vrucht zie. Let's say this. If I don't see the fruit manifest of God's word in my life. Of als ik juist de vrucht van God niet zie in mijn leven. Don't change the word of God. Verander dan niet het woord zelf. Change your heart. Verander je hart. If you don't see the manifestation of God's word in your life. Als je Gods woord niet zichtbaar ziet worden in je leven. Don't go to witchcraft. Val dan niet in tovenarij. And change the word. Door het woord te veranderen. Change your heart. Maar verander je hart. Be honest. Wees eerlijk. God. God. I don't trust you. Ik heb u niet vertrouwd. And I'll just tell you a surprise. En ik zal je een verrassing vertellen. He knows you don't trust him anyway. Hij weet al lang dat je hem niet vertrouwd He hebt. He can see your heart. Hij kent je hart. He sees you. Hij ziet je. And he's not judging you because your face pretty or your face ugly. En hij oordeelt je niet naar hoe je gezicht eruit ziet. He's judging the heart. Hij oordeelt je hart. He judged the hidden things. Hij oordeelt de verborgen dingen. The stuff that you can make pretty and you can hide. Die dingen die je er mooi uit kunt laten zien en kunt doen verbergen. He don't judge like that. Maar zo oordeelt God niet. And Jesus says, I don't judge according to what you say even. Jezus zegt, ik oordeel je niet eens naar wat je zegt. Not even what you're doing. Niet eens op wat je doet. Not what you're looking at. Niet naar waar je naar kijkt. I'm judging the heart. Maar ik oordeel je naar je hart. So I'll tell you, these fruit. Dus ik zal je zeggen, deze vruchten. That we also call sin. Is a reflection of our heart. Wat we ook wel zonde noemen, dat is een reflectie van ons hart. It means we don't have trust in Jesus. Want het wil zeggen dat we geen vertrouwen hebben in Jezus. And that should hit you right in the middle of your heart. En dat zou ons echt midden in ons hart moeten treffen. I mean, people who are stuck in pornography should be on their knees crying out, God, help. Me. Mensen die vastzitten in pornografie, die moeten op hun knieën gaan om het uit te roepen. Heere, help mij. Those in sexual sin. Zij in seksuele zonde. Or rebellion. Of mensen in rebellie. So don't today, don't go look at the fruit, don't look to the smoking, don't look to the drinking, go look to your heart. Dus ga vandaag ook niet kijken naar de vruchten van wat verkeerd is in je leven. Kijk niet naar het roken, kijk niet naar het drinken, maar kijk naar je hart. If you know the porn industry, how many women are trafficked? Als je weet in de hoeveel vrouwen in de wereld verhandeld worden. And children. En kinderen. And you're watching that porn. En als je naar die pornografie kijkt. You should know that you are partnering with the devil. Dan moet je weten dat je deel bent van het rijk van de duivel. Dat je samenwerkt met de duivel. And this is why it's important. And not just watching something, you are actually contributing to the slavery of women. En niet alleen dat je ernaar kijkt, maar je draagt bij aan de slavernij van vrouwen. So this is important issue, right? Dit is een belangrijke zaak. This should have you falling on your face. Dan zou je op je gezicht moeten vallen. Crying out.
En het uithuilen. Jesus. Jezus. Help me. Help mij. Jesus. Jezus. I'm sorry. Het spijt me. Jesus. Jezus. Help me. Help mij. Forgive me. Vergeef me. Let me pray for these people. Laat me bidden voor die mensen. Let me pray for them. Laat me bidden voor ze. That the only way we're going to get out of these things is the grace of Jesus. Want de enige manier om los te komen van die dingen is door de genade van Jezus. Is the gateway, the cross. Het kruis, because wat de poort is. Because when we go to the cross, want als wij door het kruis gaan, our sin gets nailed there. Dan blijft onze zonde daar vastgenageld. That is the gateway to Jesus. En dat is de poort naar Jezus. And when we come to Jesus, he says, I am the door, I am the way, I am the truth, I am the life. Want als we bij Jezus komen, dan zegt hij, ik ben de deur, ik ben de weg, de waarheid en het leven. There should be there should be a time where the church come and be serious. Er zou een tijd moeten zijn dat de kerk het allemaal ernstig neemt. No more baby. Geen baby's meer. No more milk. Geen melk meer. But solid food. Maar vast voedsel. No competition. Geen competitie. No jealousy. Geen jaloezie. No strife. Geen ruzie. The people who have this thing will not enter the kingdom of God. Paul is writing these things. Drunkards, the people who marrying in the same sex, these type of things. Jealousy, anger, pride, lust, strife, ambition. These people will not enter the kingdom of God. En Paulus benoemt al die dingen bij naam. Jaloezie, trots, ruzie, seksuele zonde. Hij zegt, die mensen zullen niet het koninkrijk binnengaan. Don't worry, many of them don't want to. Maar maak je geen zorgen, want velen van hen willen niet eens. I want to. Maar ik wil wel. I knew when I was trapped in sin. Ik wist toen ik gevangen zat in zonde. That I need a way out. Dat ik een weg nodig had om eruit te komen. You rather be uncomfortable with me preaching this. Wees maar eerder niet helemaal op je gemak als ik dit predik. And rather start fighting this. En je hebt liever dat je hiermee de strijd aangaat. Than you dying and facing Jesus and you were still stuck in these things. Dan dat je komt te sterven en als je Jezus ontmoet dat je nog steeds vast zat in die dingen. You can say I preach law. We kunnen zeggen ja, maar daarmee predik je juist de wet. I agree. En daar ben ik het mee eens. I preach the law of Christ. Ik predik de wet van Christus. The forgiveness of sin. Namelijk de vergeving van zonde. Which defeated sin. De zonde die verslagen is. And Jesus went from leading us. En Jezus is gegaan van ons leiden. To empowering us. Naar ons te versterken. So when he gave us the Holy Spirit. Toen hij ons de Heilige Geest gaf. He didn't give us an excuse. Gaf hij ons geen excuus meer. Let me tell you, we have a very great responsibility. Laat me je zeggen, we hebben een hele grote verantwoordelijkheid. And you can read God's word. En je kunt Gods woord daarop nalezen. We are going to be accountable. Wij zullen verantwoordelijk gehouden worden. With the measure of the spirit that we have done. Voor de mate van de geest die we hebben gekregen en wat we daarmee gedaan hebben. We're going to be accountable to the measure of trust. We zullen verantwoordelijk gehouden worden voor de mate van vertrouwen. It's all connected to trust. Het heeft allemaal te maken met vertrouwen. Revelation is not only information. We ought to be obedient to revelation God gives. Openbaring is dus niet alleen informatie, maar we moeten gehoorzamen aan de openbaring die God geeft. So the measure we are obedient to God's revelation. En de mate waarin we gehoorzaam zijn aan de openbaring die God ons geeft. That will be the level of the next revelation we will receive. Dat zal het volgende niveau brengen van de openbaring die we ontvangen. And that's why some people don't have anything new. Daarom hebben soms mensen niets nieuws. Just same thing. Het gaat maar steeds om hetzelfde. 1 year later, 2 years later, still problem, same thing. Een jaar later, 2 jaar later zitten ze nog steeds in dezelfde problemen, dezelfde dingen. And that's got to do with leadership as well. En dat heeft ook te maken met leiderschap. I see it in our own leadership. Ik zie het in ons eigen leiderschap. How long it takes for things to actually manifest. Dat het lang kan duren voordat dingen zichtbaar worden. These are all things got to do with that. Maar dat heeft er allemaal mee te maken. Each one of us. En ieder van ons. Need to listen to this message. Moet luisteren naar deze boodschap. Including me. Inclusief ikzelf. It's making sure. Want daarmee maken we zeker. My heart is right. Dat mijn hart goed is. That I can be obedient to God. Zodat ik gehoorzaam kan zijn aan God. That's one thing. I don't want to miss the mark. Dat is één ding. Ik wil mijn doel niet missen. And Paul. He could look forward because his conscience was clear. En Paulus kon vooruitkijken, want zijn geweten was rein. I'm not looking what lays behind me. Ik kijk niet naar wat achter me ligt. I'm looking what is forward. Maar ik kijk naar voren toe. And this is a man who speaks, who has been free of a his conscience is clear. He knows he's trusting God. He's got nothing to fix in the back.
He's going forward. Dat is een man wiens geweten rein is. Die weet, ik kan voorwaarts gaan. Er is niets wat ik nog hoef op te lossen. Okay, work hard with the wrong heart and you will end up disappointed. Als je hard werkt, maar met het verkeerde hart, dan raak je teleurgesteld. Serving Jesus is not work. Want om Jezus te dienen, dat is geen werk. Serving requires passion. Dienen, dat vereist passie. Passion requires intimacy. En passie vereist dat we intiem zijn met God. And intimacy requires love. En intimiteit vereist liefde. Love leads to obedience. Want liefde leidt tot gehoorzaamheid. And obedience is the deepest level of being in love with Jesus. En gehoorzaamheid is het diepste niveau van helemaal verliefd te zijn op Jezus. That means if I've hit the level of obedience, it means I trust him. Dat wil zeggen dat als ik heb geleerd te gehoorzamen, dan heb ik ook geleerd hem te vertrouwen. If I learn to be obedient to God's word, it means I've learned to trust him. Als ik leer gehoorzaam te zijn aan Gods woord, dan heb ik ook geleerd om hem te vertrouwen. That's when the blind eyes open. Dat is wanneer blinde ogen open gaan. Because these are things I cannot do. Want dat zijn dingen die we niet kunnen doen. These are things he can do. Dat zijn dingen die hij kan doen. Ja? Yeah? These are things he can do. Dat zijn dingen die hij kan doen. This is when deaf ears open. Dat is wanneer dove oren open gaan. This is when the demons are cast out. Wanneer de demonen uitgedreven worden. And this is when people's lives transform. En wanneer mensen levens veranderen. Is when we trust him. Dat is wanneer we hem vertrouwen. It's when we go from our human condition. Wanneer we uit onze menselijke conditie komen. And we trust for things we could never accomplish. En we gaan vertrouwen op dingen die wij zelf nooit konden bereiken. But we know they will happen. Maar we weten dat ze gaan gebeuren. Because this is our God. Want dit is onze God. Faith is hoping, knowing the things that we hope for will actually happen. En geloof is weten dat de dingen waar we op hopen daadwerkelijk zullen gebeuren. If a servant complains, they don't get paid. Als een dienstknecht klaagt, dan wordt hij niet betaald. If he complains again, he gets fired. Als hij nog een keer klaagt, dan wordt hij ontslagen. A servant does everything the master wants. Mijn dienstknecht doet alles wat de meester wil. A servant is close to the master. Een dienstknecht leeft dicht bij de meester. He's so close, he becomes a friend. Zo dichtbij dat hij een vriend wordt. A friend is surrounded by constant miracles. Een vriend die omringd wordt door het voortdurend gebeuren van wonderen. Even miracles they cannot see are happening. Zelfs wonderen die ze niet kunnen zien, die gebeuren toch. And God works all things out for the better. En God doet alles medewerken ten goede. And Paul says this. Paulus zegt dit. I've learned to be okay with little. I've learned to be okay with much. Ik heb geleerd om tevreden te zijn met weinig en ik heb geleerd om tevreden te zijn met veel. It's just sometimes we live our life. Maar soms dan leven we ons eigen leven. Instead of living for the gospel of Jesus Christ. In plaats van te leven voor het goede nieuws van Jezus Christus. Because if you've given everything up. Want als je alles hebt opgegeven. For Jesus Christ. Voor Jezus Christus. Then you can have little. Dan kun je weinig hebben. Because we know he provides. Want we weten dat hij voorziet. And you can be okay. En dan kun je daar tevreden mee and you zijn. Can be in joy. Dan kun je in vreugde zijn. And when much comes, en wanneer het vele komt. We are not feeling guilty. Dan voelen we ons ook niet schuldig. But we can enjoy. Maar dan kunnen we daarvan genieten. Because we see the goodness of God in little and we see the goodness of God in much. Want we zien de goedheid van God in het weinige en we zien de goedheid van God in het vele. Amen. Amen. The unknown day and hour. Het onbekende dag en het onbekende uur. No one knows the day or hour, not the angels in the heavens. Niemand weet de dag of het uur, zelfs niet de engelen of de demonen. No one knows, only the Father. Niemand weet het, alleen de Vader. Not even the Son Jesus knows. Zelfs niet de Zoon Jezus weet dat. So don't ask Jesus when he's coming back. Dus he don't know. Dus vraag niet aan Jezus wanneer hij terugkomt, want hij weet het niet. He's not sure. Hij weet dat niet zeker. The Father knows. Maar de Vader weet het. So here is my end time teaching. Dus hier is mijn prediking over de eindtijd. Because of this. Vanwege dit. Then you must always be prepared. Moet je altijd klaarstaan. Because you must not continually think of the time the Son of Man is coming back. Want je moet je niet steeds bezighouden met het moment waarop de Zoon terugkomt. All right, that's in Matthew. Dat staat in Matthäus. That's what Jesus says. Dat is wat Jezus zei. Jesus is trying to tell us, dude, I don't even know. Jezus probeert ons te zeggen, mensen, ik weet het niet eens. Why are you continually thinking when I'm coming back? Waarom zijn jullie steeds aan het denken over het moment van mijn terugkomst? Stop it. Stop daarmee.
Think what you should be doing. Denk aan wat je in de tussentijd hoort te doen. Think of your relationship with me. Denk aan je relatie met mij. Think of the slaves. Denk aan de slaven. Who are forced in forced labor in Pakistan. Die in Pakistan geforceerd moeten werken. Think of the millions of hungry children in Malawi. Denk aan de miljoenen hongerige kinderen in Malawi. Think of the millions of orphans in Malawi. Denk aan de miljoenen weeskinderen in Malawi. Think of all the women and children sold into sex trafficking. Denk aan al die vrouwen en kinderen die worden verkocht voor seks. Stop thinking about religious issues. Hou op om te denken over religieuze bijzaken. Stop trying to be clever in your head. Stop ermee om maar slim proberen te zijn. Start changing the nations. Maar begin met het veranderen van de landen. Start trusting me that I will do this. Begin mij te vertrouwen dat ik het zal doen. Go to the prostitute. Ga naar de prostituees. Go to the poor. Ga naar de armen. Go to the sick. Ga naar de zieken. Even if you have to stop coming to church, please go do that. Zelfs als je dat moet doen in plaats van die dag naar de kerk te gaan, doe het. And I just see God, His Spirit, trying to impact the church, and the church just don't want that. And too busy with ourselves. Ik zie gewoon hoe de Geest bezig is om impact te maken op de kerk, maar de kerk lijkt het gewoon niet te willen. Die is maar bezig met zichzelf. Quit your job if you have to. Stop met je werk als dat moet. Cut off your right hand if you have to. Snij als het nodig is je hak je rechterhand Pluck af als het out nodig your is. Right eye if you have to. Haal je oog eruit als het nodig It's is. Better to come into the kingdom of God without a job or without a right hand or without a right eye. Want er staat dat het beter is om het koninkrijk binnen te gaan zonder die ene hand of zonder dat ene oog. This is the point God is making. Dat is het punt wat God hiermee wil maken. We can be successful businessmen. We kunnen succesvolle zakenmensen zijn. But we are sold out for Jesus Christ. Maar we zijn juist helemaal verkocht voor Jezus Christus. We have kingdom business. Want het is de zaak van het koninkrijk. And we can be missionaries sold out for Jesus. En we kunnen zendelingen zijn die helemaal vol Jezus gaan. You know how difficult it is to find missionaries who are sold out for Jesus nowadays. Weet je hoe moeilijk het vandaag de dag is om zendelingen te vinden die helemaal voor Jezus gaan? You get people part of organizations. Mensen die zijn weliswaar deel van organisaties. Where are the people of God? Maar waar zijn de mensen van God? Who saying God? Die zeggen Heer. Where are the Davids? Waar zijn de Davids? Who looking at these giants? Die naar die reus keek. Who's looking at the giant of the drug trade, of the weapons trade, of the sex trafficking trade? Who's looking at these giants? The sex trafficking trade is about to be the biggest trade on earth. They say you can sell drugs one time, but you can sell a 4-year-old girl 10, 12, 15, 20 times a day. Wie kijkt naar de reuzen van de wapenhandel, van de drugs of van de seksindustrie? Er wordt gezegd dat de seksindustrie inmiddels de grootste geworden is. Want drugs kan je 1 keer verkopen, maar een kind kan je 10 keren per dag verkopen. But church don't want to talk about this. Maar de kerk wil daar niet over praten. Jesus is looking to us. Jezus kijkt naar ons. I've given you my spirit. Ik heb je mijn geest gegeven. I've given you my power. En ik geef je mijn kracht. I've given you the ability to prophesy. En ik heb je het vermogen gegeven om te profeteren. I've given you a message. Ik heb je een boodschap gegeven. For life. Voor leven. Life eternal. Eeuwig leven. What are we doing with this? En wat doen we daarmee? What are we doing? Wat gaan we daarmee doen? Tell you what I'm doing. Ik zeg je wat we gaan doen. I'm trying to empty church. Ik probeer de kerk leeg te prediken. I'm trying to either preach the word of God that people either leave and go home, or they leave to the mission field, or they go to their jobs and they do the work of God in the marketplace. Ik probeer zo te prediken dat mensen hier vandaan gaan om hun werk te doen, al is het in het werk wat ze doen, dat ze daar het goede nieuws brengen. You can make a change anywhere, but you cannot make a change from your couch. Want waar je ook bent, kun je iets veranderen, maar je kunt geen verandering brengen als je op je bank ligt. You can lay on the couch. Je mag gerust op de bank liggen. Thank God, I see someone just lay down, thinking this is the last time they're going to lay down. Waar is God, want iemand dacht, oh, dat is misschien wel de laatste keer geweest dat ik lekker op de bank lag. I'm just saying, we are here for a greater purpose. Maar ik wil alleen maar zeggen, we zijn hier voor een groter doel. And that purpose is not you.
En dat doel is niet jijzelf. We are saved. Wij zijn gered. We have died. We zijn gestorven. We don't belong to ourselves. Dus we behoren niet langer onszelf toe. Let's get over it. Laten we er overheen groeien alsjeblieft. Let's go for it. En laten we ervoor gaan. It's true. Het is de waarheid. Thinking about this. Door hier aan te denken. While we're having our meetings, while we're doing our things, there are children being sold. There are people dying of hunger, but we are doing our thing. Terwijl we onze gesprekken en vergaderingen hebben en onze dingen doen, zijn er kinderen die sterven en kinderen die verkocht worden. The faithful servant. De getrouwe dienaar. Who then is a faithful and wise servant? Wie is dan een getrouwe en wijze dienaar? Whom the owner appointed over his household. Die de eigenaar over zijn huishouden heeft gesteld. Servants to give them food in due season. Dienaren die het voedsel geven op het juiste seizoen. Blessed is that servant whom when his master comes and finds him doing this. Gezegend is die dienstknecht dat wanneer de eigenaar thuis komt en hem ziet dienen. Truly I say to you that he will place him over all his possessions. Waarlijk ik zeg u, hij zal hem stellen over al zijn bezit. But if the evil servant would say in his heart. Maar als de kwade dienstknecht zegt in zijn hart. The Lord is taking a long time. Ach, het duurt nog heel lang voordat de Heer terugkomt. And he would begin to beat his fellow servants and he would eat and he would drink with the drunkards. En hij begint zijn mededienstknechten te slaan en hij gaat eten en drinken met de dronkaards. This word drinking actually means it's not wine. En dat woord drinken daar gaat niet zozeer over wijn. It means he's drinking something he doesn't know. Maar het betekent dat hij iets drinkt wat hij niet kent. That's deep. That's powerful. Dat is heel diep en krachtig. He don't know the judgment he's drinking upon himself. Want hij weet niet welk oordeel hij in zichzelf drinkt. And the master of that servant will come in a day which he does not expect. En de meester van die dienstknecht zal op een moment komen dat hij het niet verwacht. In a moment which he does not know. In een moment waar hij niet van weet. And he will punish him severely and his lot will be placed with him among the hypocrites. En hij zal hem zwaar straffen en hij zal hem plaatsen bij de hypocrieten. There will be weeping and gnashing of teeth in that place. En er zal gehuil en knarsetanden zijn daar in die plek. Then the kingdom of heaven will be like 10 virgins who having taken their lamps. En het koninkrijk van de hemel kan ook vergeleken worden met 10 maagden die lampen hadden in hun handen. Came out to meet the bridegroom. En die erop uitgingen om de bruidegom te ontmoeten. And 5 of them were foolish. En 5 van hen waren dwaas. And 5 were wise. En 5 waren wijs. For when the foolish took their lamps. Want toen de dwazen hun lampen wegzetten. So they took their lamps. Oh, ze namen hun lampen. Sorry. But they did not take olive oil. Maar ze namen geen olie mee. That's interesting. Dat is interessant. You burn a lamp with olive oil. Je brandt een lamp met olijfolie. Do you? Of branden wij lampen met olijfolie? No. Nee. So they took their lamps. Dus ze namen hun lampen mee. But they did not take the olive oil. Maar ze namen geen olijfolie ervoor mee. And they did not take olive oil with them, but the wise took olive oil in the containers with their own lamps. Maar de wijzen namen extra containers mee met olie voor hun lampen. And when the bridegroom delayed, they all grew drowsy and they were sleeping. En toen de bruidegom later kwam, werden ze allemaal moe en vielen ze in slaap. Then in the middle of the night, there had come a cry, behold the bridegroom, you must come out to meet him. Maar midden in de nacht klonk een roep, zie de bruidegom komt en je moet erop uitgaan om hem te ontmoeten. Then all the virgins rose and trimmed their own lamps. En al die maagden gingen erop uit met hun eigen lampen. And the foolish and the wise. En de dwazen en de wijzen. The wise said to the foolish said to the wise, you must now give us from your olive oil. Maar de dwazen zeiden de wijzen, jullie moeten ons geven van je olie. Because our lamps are going out. Want onze lampen die gaan uit. In other words. Met andere woorden. It's taking long for Jesus to come back. My fire, the anointing, the spirit is going out. Het duurt lang voordat Jezus terugkomt. Mijn vuur dooft met de geest in mij dooft. Give me some of your anointing. Geef me iets van jouw zalving. And these came, I said, are you crazy? Maar die anderen zeiden, ben je helemaal gek geworden? I will not give you of my anointing. Ik kan je niet van mijn zalving geven. I need my fire. I need my passion. Ik heb mijn vuur nodig en mijn passie nodig. This is the spiritual oil. Dit is de geestelijke olie. That they took with them. Die ze met zich meedroegen. It's the spiritual oil. It's the relationship with Jesus. Die geestelijke olie uit de relatie met Jezus. It's not just a lamp so that they can see where they go. Het is niet alleen een lamp zodat ze kunnen zien waar ze lopen. The wise answer saying.
De wijzen die antwoorden dus en ze zeiden. There will not be enough for us and for you. Er zal niet genoeg zijn voor ons en voor jullie. You must rather go to the sellers to buy oil for yourself. Ga liever naar de verkopers toe om zelf olie te kopen. And while they went to buy it. En terwijl ze erop uitgingen om het te kopen. The bridegroom came. Kwam de bruidegom eraan. And those who were prepared. En degene die klaar waren. Not those who could see where they go. Niet degene die konden zien waar ze gingen. Those who were prepared. Maar degene die klaar waren. By the anointing. Door de zalving. Jesus took them. Jezus nam hen mee. The Lord says you must. Oh man, I'm finished with this. Yes. When the other, let's say this, when the other tried to come, when they finally came there. En toen de anderen uiteindelijk eraan kwamen. The door was locked. Toen was de deur gesloten. And the remaining virgins saying, Lord, Lord, you must open to us now. En de dwaze maagden riepen, Heere, Heere, u moet open doen voor ons. She said, truly I say to you, I do not know you. Hij zei, waarlijk, ik ken u niet. Therefore you must habitually be watchful. Daarom moeten we voortdurend waakzaam zijn. Because you do not know the day or the hour. Want je weet de dag of het uur niet. You see, if we knew the day. Want weet je, als wij de dag zouden weten. 5 minutes before that day, everyone will make themselves ready. Dan zullen we ons 5 minuten voordat het moment eraan komt, ons helemaal klaarmaken. But Jesus is telling us, be ready now. Maar Jezus zegt, wees nu al klaar voor mij. Are you ready, church? Zijn we er klaar voor, gemeente? I hope that the religion is shaken today. Ik hoop dat de religie vandaag geschud wordt. And I hope that we see we cannot continue the same way. En ik hoop dat we gaan inzien dat we niet op dezelfde manier door kunnen gaan. The Holy Spirit. Want de Heilige Geest. We need to honor him. We moeten hem eren. We are his temple. Wij zijn zijn tempel. And when he's taken place. En wanneer hij zijn plaats neemt. Like the wheels. Net zoals die wielen. It says the whole throne of God, everything only moves when the Spirit of God moves. Dan staat er dat alles pas bewoog, zelfs de troon van God, wanneer de Geest bewoog. So I want to pray for us. Dus ik ga voor ons bidden. That the Holy Spirit would move our hearts. Dat de Heilige Geest ook onze harten zal bewegen. And move us. En ons zal bewegen. Amen. Amen. That's our baby girl, hè? Paul says to Timothy, rekindle the fire in you. Paulus zei tegen Timotheus, doe dat vuur in je opnieuw oplaaien. But you know what took the fire out? Maar weet je wat het vuur doofde? At first he's saying, Timothy, put these leaders in place. Work with the elders. Work with these people. Don't worry, everyone giving you trouble. Don't worry. He made Timothy a pastor. Hij probeerde van Timotheus een pastor te maken. Hij zei, stel die mensen aan als leider. Stel die als oudste aan. And he was busy with all these things. En Timotheus was bezig met al die dingen. And his fire go out. En zijn vuur ging langzaam. So we can be busy with all the things in church. We kunnen zo gauw bezig zijn met alle dingen in de kerk. But our fire can be out. Maar ons vuur kan doven. So let's stand today. Dus laten we vandaag gaan staan. And ask God. En de Heere vragen. Say to him. Zeg tegen hem. Father. Vader, we want your fire. Wij willen uw vuur. And if you give us your fire, geef ons uw vuur. We want passion. I will be passionate about you. En dan zal ik vol passie voor u zijn. I will be passionate for Jesus. Ik wil gepassioneerd zijn om Jezus. And I will love you, Jesus. En ik zal van u houden, Jezus. And I know Jesus that you says, if you love me, obey my commandments. En ik weet, Heer, dat u zei, als u mij lief hebt, gehoorzaam dan mijn bevelen. And we know you said, Jesus, you can't obey me if you don't love me. En we weten ook, Heer, dat u zei, je kunt mij niet gehoorzaam. Tenzij je mij lief hebt. Father, we believe your word. Vader, wij geloven uw woord. We don't believe our doubt. We geloven niet onze twijfels. We believe your word. Wij geloven uw woord. Father, we don't believe society. Vader, we geloven niet wat de maatschappij zegt. We believe your word. Wij geloven uw woord. We believe you, Jesus. Wij geloven u, Jezus. Father, here's our heart. Vader, hier is ons hart. Many of us don't know how to. Velen van ons weten niet hoe we het moeten doen. I want to encourage you. Maar ik wil je bemoedigen. If you can't go yourself, als je zelf niet kunt gaan. So zaai dan. Into it. Zaai daarin. So
Zaai. Give money. Geef geld. Let us change the nations. Zodat we de wereld kunnen veranderen. Let us pay off this church. Laten we deze gemeente afbetalen. So that we can grow the amount of orphans we want to feed. Zodat we meer weeskinderen die we willen gaan eten geven kunnen voeden. Believe in what God is doing here. Geloof in wat God hier aan het doen is. We can move together. We kunnen samen bewegen. Some of you will sow. Sommigen van jullie zullen zaaien. Some of you will go. Sommigen zullen gaan. Some of you will be in the marketplace. Sommigen zullen in het bedrijfsleven zijn of in je baan. Some of you will be in the harvest fields. Sommigen in het veld om te oogsten. But we will do this together. Maar we zullen dit samen doen. We will be everywhere, the marketplace, the mission field, the hospitals, the schools, the streets. We zullen overal zijn, in de scholen, in de ziekenhuizen, op ons werk, in de straten. We will be everywhere. We zullen overal zijn. In the countries. In de landen. We just came from Ukraine. We zijn zojuist teruggekeerd uit Oekraïne. And what they have to deal with there. En waar ze daarmee te dealen hebben, wat daar allemaal gebeurt. One guy shot his friend by accident. Eén man schoot per ongeluk zijn vriend neer. He's dead. En die is nou dood. And he comes forward and he says, "Can you pray for me?" En hij kwam naar voren voor gebed. Hij vroeg, "Wil je voor me bidden?" I'm not a soldier. Ik ben geen soldaat. But I was called to the army and I killed my friend by accident. Maar ik werd opgeroepen voor het leger en ik heb per ongeluk mijn vriend gedood. And these young men. En deze jonge mensen. They just got married. Die mannen die net getrouwd zijn. They just had a baby. Die net kinderen gekregen. 20 of the young men of this church are called up for war. 20 van de jonge mannen in die kerk werden opgeroepen voor de oorlog. 20 families impacted. 20 families zijn daarmee beïnvloed. Don't know if their children come back again. Die niet weten of hun kinderen weer terugkomen. That's something. Dat is nogal iets. And our heart, our thing is, we said, look, we can't. Why we go to these places is because we can't be comfortable here as a Christian and have it good here and our brothers and sisters there are suffering. En waarom moeten we nou per se naar die plekken gaan? Dat is omdat we hier niet kunnen zitten en comfortabel kunnen zijn terwijl onze broeders en zusters lijden. I don't think it's fair. Ik geloof niet dat dat eerlijk is. That people are dying for our faith. Dat mensen sterven voor ons geloof. In places like Nigeria where you're cutting off arms and heads and limbs of people and we are safe here. Als Nigeria waar mensen hun lichaamsdelen worden afgehakt, maar wij zijn maar veilig hier. In Uganda they closed the school that burnt 40 children. In Oeganda hebben ze een school gesloten waar 40 kinderen verbrand zijn. The Islamic movement. Door de IS. I don't think it's fair. Ik geloof niet dat het eerlijk is. That we choose whether we come to church or not. Dat wij kiezen of we nou wel of niet naar de kerk willen komen. And that we have many opinions. En dat we zoveel meningen hebben. And struggling with stuff. En met dingen worstelen. Some people don't have the luxury. Sommige mensen hebben daar niet de luxe voor. I want to speak to our heart today. En ik wil spreken tot ons hart vandaag. Because you're going on holiday. Want je gaat binnenkort op vakantie. I don't want your fire to go down in holiday. En ik wil niet dat je vuur minder wordt op vakantie. You should rest. Je hoort te rusten. But your spirit should be connected to God. Maar je geest blijft in verbinding met God. Father. Vader. I feel Indonesia. Ik voel Indonesië. God wants our church to make impact in Indonesia. Dat God van onze gemeente verlangt dat we impact maken in Indonesië. He wants us to make impact in the whole of Africa. Hij wil dat we impact hebben in heel Afrika. Europe. Europa. The Netherlands. In Nederland. But you need to make decision. Maar we moeten besluiten daarvoor maken. Are we going to be empowered? Gaan we bekrachtigd worden, versterkt? Or are we the whole time going to ask for someone else's oil? Gaan we de hele tijd vragen naar de olie van iemand anders? You notice the people who had oil didn't look at the oil of other people. En het valt op dat de mensen die olie hadden niet keken naar de olie van They're andere not mensen. Worried. Ze maakten zich niet druk daarover. About their anointing. Over hun zalving. Or their oil. Of hun eigen olie. You just make sure that you have oil. Zorg er gewoon voor dat je olie hebt. Amen. Amen. This doesn't say this person was more oil than this one. It says five had oil and five did not have oil. Er staat niet dat de ene persoon meer geolied was dan de andere persoon. Er stond alleen vijf hadden olie en vijf niet. Amen. Amen. Are we ready? Zijn we er klaar voor? All right. Let's pray. Laten we bidden. No, let us pray, sorry.
as a church. Laten we samen als gemeente op dit moment bidden. With your mouth. Hardop met je mond. With your mouth, church. Hardop, gemeente. We need to pray. We moeten bidden. Thank you, Jesus. Father, touch my heart. Vader, raak mijn hart aan. Touch my heart. Raak mijn hart aan. Father, I don't want to grow cold. It's a fear. I don't want to grow cold. Vader, ik wil niet koud raken. Ik ben daar zelfs bang voor. I love you. Koud raken. Ik hou van u. I believe in you. Ik geloof in u. I worship you, Jesus. En ik aanbid u, Jezus. Father, I want more fire. Vader, ik wil meer van uw vuur. Father, my faith is too small. Vader, mijn geloof is te klein. We only have 60 orphans. We voeden maar 60 weeskinderen. That's nothing, God. Dat is nog niets, Heer. I'm eating 3-4 times a day. Ik eet 3-4 keer per dag. There's no way I can be satisfied with this. Ik kan daar nooit tevreden mee zijn. Father, grow my faith. Vader, groei mijn geloof. Father, grow the faith of our church. Groei het geloof van onze kerk. Father, let us know you. Laat ons u kennen. Let us know you, Jesus. Laat ons u kennen, Jezus. Father, we love you. Vader, we houden van u. We want to repent. We willen ons bekeren. We don't want to move from guilt. We willen niet in beweging komen vanuit schuldgevoel. But we want to understand. Maar we willen begrijpen. That we have a part in this. Dat wij een deel hebben in uw werk. That you have actually given us someone very special. Dat u ons een heel speciaal iemand heeft gegeven. That you've given us someone all powerful. Dat u ons een almachtig persoon heeft gegeven. That's the Holy Spirit. Namelijk de Heilige Geest. And with the Holy Spirit you've given us a name. En met de Heilige Geest heeft u ons een naam gegeven. And with this name every knee shall bow, every tongue shall confess. En met die naam zal iedere knie buigen en elke tong belijden. Governments will fall. Regeringen zullen vallen. But Jesus Christ will reign forever. Maar Jezus Christus zal eeuwig heersen. Jesus Christ will reign forever. Jezus Christus zal eeuwig heersen. Some years in COVID ago, at a prophecy, I said that the prime minister and the cabinet will fall because they refuse to receive Jesus Christ or acknowledge him in the COVID time. Een paar jaar geleden profeteerde ik dat het kabinet zal vallen, want ze weigerden Jezus te erkennen in de tijd van COVID. The prime minister will be removed. Dat de minister-president weggehaald zal worden. Jesus Christ is Lord. Jezus Christus is Heer. He is Lord. Hij is Heer. He is governor. Hij is de regeerder. He is master. Hij is meester. He is God. Hij is God. Father, you are God over our nation. Vader, u bent God van ons land. We love you, Jesus. We houden van u, Jezus. We love you, Holy Spirit. We houden van u, Heilige Geest. Come, Lord Jesus. Kom, Heere Jezus. Come, Lord Jesus. Kom, Heere Jezus. Father, put a fire in me. Vader, zet uw vuur in mij. I want to pray for myself. Ik wil voor mezelf bidden. Put oil for myself. Olie voor mezelf. More oil, more anointing, God. Meer olie, meer zalving. More fire. Meer vuur. I won't allow, I will never, never look to someone else to want their oil. En ik zal nooit naar een ander kijken dat ik hun olie wil. I want your oil. Ik wil uw olie. You've given me oil. U heeft mij olie gegeven. I want what comes from you. Ik wil wat van u komt. I want everything of you. Ik wil alles van u, Heere. I feel that God is today making a shift. En ik voel dat God vandaag een verandering brengt. He's making a confrontation. Hij zorgt voor een confrontatie. God has offended us today. God heeft ons als het ware beledigd vandaag. And our reaction is going to be positive or negative. En onze reactie daarop kan positief zijn of negatief. But those who reaction are positive, God is making a shift today in you. Maar voor degenen die positief reageren, God zal vandaag iets in je veranderen. He's making a shift. Hij brengt een verandering. Father, we pray a next level of trust. Vader, we bidden voor een volgend niveau van vertrouwen. Occupy our mind. Houd onze gedachten bezig. With your things. Met de dingen van u. Father, I see how quickly we speak other things. Vader, ik zie hoe snel we het hebben over allerlei andere zaken. Put a vision in the hearts. Leg uw visie in ons hart. Put your law on the hearts and the minds. En schrijf uw wet op ons hart en in ons denken. Touch our hearts, God. Raak onze hart aan, Heer. Come with your fire. Kom met uw vuur. Father, burn, please. Vader, brand alsjeblieft. Burn religion. Brand de religie weg. Burn tradition. Brand traditie weg. Father, even burn positions. Vader, brand zelfs de posities weg. Let us burn completely. Laat ons totaal en al branden. Full of the Holy Spirit. Vol van de Heilige Geest. We want you, Father. We willen u, Vader. Father, pay off this building. Vader, betaal dit gebouw pay af. Pay off your house. Uw huis. Your house should never be debt. Uw huis hoort nooit in de schulden te your zijn. God, everything belongs to you. U bent God en alles behoort u toe. You are not allowed to be in debt.
we mogen niet in de schuld zitten. In this house. In dit huis. Father, pay, do a miracle. Vader, doe een wonder dat het betaald Give zal us worden. 600,000 euro, God. Geef ons 600.000 euro, in Heren. Jesus name. In Jezus naam. Father, if you do this, Vader, als u dit doet. We will add 2,000 orphans. Dan zullen we 2,000 weeskinderen toevoegen. In Jesus name. In Jezus naam. Come, Holy Spirit. Kom, Heilige Geest. We have one lifetime. We hebben één leven. We have one lifetime. We hebben één leven We gekregen. Have one opportunity. Eén gelegenheid. Life is in the blink of an eye, it's finished. In een oogwenk is het leven voorbij. Father, we have one opportunity. Maar Vader, we hebben één gelegenheid. We want to make that difference. En we willen het verschil maken. Use us. Gebruik ons. Father, we will not run. Vader, we zullen niet rennen. We will not hide. We zullen niet verbergen. Use us. Maar gebruik ons. We will be persecuted. We zullen vervolgd kunnen worden. We know this. This is what your word says. We weten dat, want dat is wat uw woord zegt. You said, woe to you if everyone speak good about you. U zei, als iedereen goed over je spreekt, kijk dan maar uit. Father, we will be persecuted. Vader, we zullen vervolgd worden. But yes, Father, we have died to ourselves already. Maar ja, Heren, we zijn aan onszelf gestorven. So it's not us that persecute, it's you. Dus het is niet ons die ze vervolgen, maar u. But we have a desire that you use our bodies. Maar we hebben verlangen dat u onze lichamen gebruikt. For your glory. Voor uw glorie. Among the nations. Te midden van de volkeren. Come Holy Spirit. Kom Heilige Geest. Come Holy Spirit. Kom Heilige Geest. Father, I prophesy life to this church. Vader, ik profeteer leven over deze kerk. Breakthrough. Een doorbraak. Maturity. Volwassenheid. Breakthrough. Doorbraak. Spirit of rebellion. Geest out van in Jesus name. Uit in Jezus naam. Father, I prophesy unity. Vader, ik profeteer eenheid. There's too many different mindsets. Er zijn te veel verschillende manieren van denken. The Bible says we need to be one of mind. Maar de Bijbel zegt dat we één moeten zijn in ons denken. Bring a unity in this church, God. Breng een eenheid in deze gemeente, so that we can move as one. Zodat we als één lichaam kunnen bewegen. Father, we have too much jealousy and competition. Vader, take that out, God. Te veel jaloezie en competitie. Haal dat uit ons, Heren. We cannot enter the kingdom of God if we have this. We kunnen niet het koninkrijk binnengaan als we daarmee zitten. So take it out. Dus neem het van ons weg, Heren. All of us. Wij allemaal. Come Holy Spirit. Kom Heilige Geest. Father, teach our church to pray. Vader, leer onze gemeente om te bidden. Put a spirit of prayer upon us. Zet een geest van gebed op ons. Let them pray not just for hour on Friday night, but let it be a praying church. Dat we niet alleen een uur bidden op vrijdagavond, maar dat we een biddende kerk There's zijn. There's a season coming when I say, let's pray. Church, I'll have to stop you because you will be praying in the spirit. En er komt een seizoen aan dat als ik je uitnodig, kom, laten we bidden, dat ik je zal moeten stoppen uiteindelijk, omdat je blijft bidden in de geest. You will be praying so loud, you'll be praying with fire, you'll be praying with passion. I will have to say, okay, church, this is enough. Je bidt dan zo luid en met vuur en met passie dat ik zal moeten zeggen, okay, gemeente, dit is genoeg. There's a season coming. Dat seizoen komt eraan. The nations are opening. Dat de volkeren open gaan. The churches are opening. De gemeentes opengaan. The streets are opening. De straten opengaan. In Jesus name. In Jezus naam. Father, put favor. Vader, leg uw gunst. Upon everything we do. Op alles wat we doen. Everything turn to gold. Dat alles in goud verandert. In our jobs. In onze banen. On the mission field. Op het zendingsveld. In our projects. In onze projecten. In our families. In onze families. Father, I pray for extreme favor in the marketplace. Vader, ik bid voor extreme gunst in het bedrijfsleven. You will be raised to CEOs, you will be raised to managers, the highest positions. Dat je posities krijgt als managers, als leiders op de hoogste plaatsen. Father, put a pioneering spirit in your children. Vader, leg een pionierende geest in uw kinderen. Let them see. Laat ze zien. Open their eyes. Open hun ogen. Give spiritual initiative. Geef geestelijke initiatieven. So that they can have spiritual ideas and tactical ways how to further and grow your kingdom. Zodat er geestelijke ideeën komen en praktische ideeën hoe uw koninkrijk zich kan verbreiden. Father, help them look further to what they know. Vader, help ons om verder te zien dan wat we weten. Let us see the things you see, God. Laat ons de dingen zien die u ziet, Heer. Father, I pray for that we will have a grace and a passion and a love for one another. Vader, ik bid dat we genade en liefde en compassie voor elkaar zullen hebben. Help us be vulnerable. Help ons om kwetsbaar te zijn. Father, keep us radical. Vader, hou ons ook radicaal. Keep us on fire. En in vuur en vlam. Not in competition. Niet in competitie. But on fire. Maar in vuur en radical. Vlam. Radicaal. We're fighting the same fight. Want we strijden dezelfde strijd. We're fighting the same fight. We strijden dezelfde strijd. Father, we want fire. Vader, we willen uw vuur. Raise up mothers and fathers, spiritual mothers, spiritual fathers. Doe geestelijke vaders en moeders opstaan. Father, we pray for the nations. Vader, we bidden voor de volkeren.
And this time we're not praying for ambition. We're praying out of desire. We bidden uit een verlangen. Not out of ambition. Niet uit ambitie. Use us, God. Gebruik ons, Heere. Father, open doors for that those children in Uganda. In Vader, that area. Open de deuren voor die kinderen in Uganda. There where those 40 have been killed. Father, send me, please. Daar waar die 40 kinderen zijn omgekomen, zend mij alstublieft. Open doors, God. Open deuren, Heere. We love you, Jesus. We houden van u, Jezus. We love you, Jesus. We houden van u, Jezus. Father, give wisdom. Geef ons wijsheid. A spirit of wisdom. Een geest van wijsheid. A spirit of generosity. Een geest van vrijgevigheid. Radical generosity. Radicale vrijgevigheid. This church will be paid off this year in Jesus' name. Dat de gemeente afbetaald zal zijn in dit jaar in church, Jezus' naam. We have been entering 7 years of great abundance. We zijn 7 jaren van geweldige voorspoed binnengegaan. It means we are in a very abundant season. Dat wil zeggen dat we ons in een zeer voorspoedig seizoen bevinden. And God wants to raise your faith. En God wil je geloof daarvoor oprichten. He wants to raise your trust. Hij wil je vertrouwen oprichten. Father, help us not think small. Vader, help ons om niet klein te denken. Father, please. Vader, alstublieft. Let us think in your capability. Laat ons denken in wat u in staat bent om te doen. Let us trust you. Laat ons u vertrouwen. Father, I rather fail and trust you than not trust you at all. Vader, ik zal liever falen in het vertrouwen van u dan dat ik u nooit vertrouwd heb. And Father, I know with you I can never fail. En Vader, ik weet met u kan ik nooit falen. Ha. Thank you, Jesus. Dank u, Jezus. We love you, Holy Spirit. We houden van uw Heilige Geest. We love you, Father. We houden van uw Vader. I just want to pray a bit more. God is touching some heart. Laten we nog iets langer doorbidden, want God is onze hart aan het aanraken. Father, we pray so much, just purify us. Vader, we bidden zoveel, reinig ons. And I'm going to ask for experience. And for spiritual experience. En ik bid voor geestelijke ervaringen. Not just going. Niet alleen maar het gaan. With. Met. But actually being transformed by an experience. Niet alleen maar meegaan, maar ook echt veranderd worden door wat we ervaren. Let us be changed by serving you in your house. Laat ons veranderen doordat we u dienen in uw huis. Let us be changed as we see people grow in you. Laat ons veranderen doordat we mensen zien groeien in u. Father, help us celebrate. Vader, help ons om dat te vieren. Help us celebrate. Help ons om dat te vieren. Give us a spirit of joy. Geef ons een geest van vreugde. Give us a spirit of joy. Een geest van vreugde. Help us celebrate God. Help ons om het te vieren, in Heere. Jesus name. In Jezus naam. Help us celebrate each other. Help ons om elkaar te vieren. Help us celebrate our each other victories. Help ons om de overwinningen bij elkaar te vieren. In Jesus name. In Jezus naam. In Jesus name. In Jezus naam. Father, we don't want to compete. Vader, we willen geen niet met elkaar competitie we hebben. We want to serve you. Maar we willen u dienen. We love you. We houden van u. We love you, God. We houden van u, Heere. We love you, Jesus. We houden van u, Jezus. We love you, Holy Spirit. We houden van uw Heilige Geest. And the word of God divide flesh from the spirit. En het woord van God brengt scheiding tussen geest en vlees. And it expose our hearts. En het legt ons hart bloot. That's the power. Dat is de kracht. Of God's word. Van Gods woord. Come, Holy Spirit. Kom, Heilige Geest. Come, Holy Spirit. Kom, Heilige Geest. In Jesus name. In Jezus naam. Let this week be different, God. Laat deze week anders zijn, Heere. Let it be different. Yes. Laat het anders zijn, Heere. In Jesus name. In Jezus naam. We love you, Dad. We houden van u, Papa. And thank you that you love us. En dank u wel dat u van ons houdt. You are crazy in love with us. U bent waanzinnig verliefd op ons. We just also want to be crazy in love with you. En wij willen ook waanzinnig verliefd zijn op u. In Jesus' name. In Jezus' naam. Amen. 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 Thank you, Jesus. Dank u, Jezus. Amen. Amen. God is good. God is goed. You're sitting for round two, like that. We gaan weer zitten voor de tweede ronde. Dat is leuk om te zien. We want to bless you. Maar we willen je zegenen. Especially if you're driving on holiday. Vooral als je onderweg bent deze vakantie. So you can stand for the blessing and then we're going to bless you. Dus laten we gaan staan voor de zegen. We willen je de zegen meegeven.
Vader, dank u wel, Heer, voor uw woord wat u vandaag gesproken heeft. Heer, dank u wel dat u leeft in ons. En dat we met die zekerheid ook hier vandaan mogen gaan. Dank u wel dat uw opdracht ook ons leven geeft. Dat uw gehoorzaamheid ons leven en vreugde geeft. Heer, we willen u dienen en u volgen. En zelfs als we op vakantie gaan, Heer, weten we, het is uit uw handen dat we dat ontvangen. Dus dank u wel voor die zegen. Dank u wel dat u ook ons beschermt. Dat u uw gemeente als een vuur omringt. Dat u ons allemaal weer veilig straks bij elkaar zal brengen. Naar een heerlijke tijd, Heer, van rust. Maar Heer, we bidden u ook voor wonderen in deze vakantietijd. Heer, we weten dat u altijd werkt. U werkt door. En u brengt groei en u brengt leven. Dus dank u wel, Heer, dat we met uw zegen van deze plaats mogen gaan. In de naam van Jezus. Amen. Jesus. Jesus. Amen.